mensen, hier ben ik weer met een nieuwe video van mijn werker, oftewel Wart. En vandaag zijn we weer een video aan het maken. Met Ruine erbij, die ook opneemt. Ja, met Ruine. Ruine is ook aan het opnemen. Yeah. Ja, dus je kan zijn video bekijken op zijn kanaal. Even nog niet beginnen, dat was niet eerlijk. Oké, Goonie. Oké, maar we zijn dus een challenge aan het doen die we een soort van zelf hebben uitgevonden. Want gisteren waren we aan het spelen en toen gingen we elkaar aanvallen en dat was leuk. Dus ik heb hier de rook die volledig hetzelfde is gepimpt als die van Rune. Behalve heeft die van Rune een klein beetje betere bommen. Rune die staat daar op een paal hier om precies te zijn. En ik moet Rune ervan afschieten met deze bullets. En hij moet mij uit mijn vliegtuig schieten. Als je crasht met dit vliegtuig, dan gaat de match nog door. Dan moet de sniper no-scopen. En de andere die moet mij alleen met een mesje de andere uitschakelen. Ja, en we noemen het de Airplane Sniper Challenge. Boom, ik zie hier meteen een vuurvlek naast mij. Ja. Oké, zo. En daaruit zat ik voor de eerste keer. Voor de eerste keer neergeknald? Ja, dit is dan de tweede keer. Ja, nee, maar daaruit zat ik voor de eerste keer. Ik heb je gekild! Ik heb je gekild! Je hebt me niet eens geraakt. Oké, maar ik ben tegen die paal geknot, dus dat telt niet. Maar daaruit heb ik in een vorige video. Die we proberen te maken, had ik voor het eerst Rune gekild vanuit het vliegtuig en daarop. En dat was best cool. Ja, en toen gingen we nog een ronde doen. En dat duurde echt toen, 20 duurde jaar. Het echt 20 jaar, omdat we MC dingen hadden aanstaan. Dus we waren friendly fire. En waren de hele tijd dus aan het no-scopen tegen Missy. En ja, het werkte gewoon niet, omdat we al bij friendly fire waren. En ja... Ja, maar nu zitten we wel nog in een motorclub, maar niet meer in Friendly Fire, normaal gezien. Ik zal eens even gaan kijken. Oh nee, ik wil dat niet. Dat politie. Friendly Fire, zo. Oké. Ik heb dus nu het mesje en Rune heeft een sniper. Het maakt niet uit welke sniper je mocht heavy sniper gebruiken, je mocht marksman rifle, je mocht sniper rifle gewoon. Als je heavy sniper heavy sniper Mark II gebruikt, mocht je wel geen explosieve kogels en je moet altijd de rook gebruiken. Gewoon dezelfde vliegtuigen gebruiken. Ja, allebei dezelfde vliegtuigen. Het maakt niet heel veel uit welk vliegtuig. Wij gebruiken al sinds voor nu de Rogue, maar dat moet niet altijd. Wij gaan zelfs een hashtag in de dingen zetten. Oh, maat. Een hashtag in de descriptie en dat is hashtag airplane snipe. Oh. No Rin is een soort deze gewonnen. En we hebben dus allebei een hashtag in de descriptie gezet. Airplane sniper challenge. En als jij deze challenge ook wilt doen, zet dan ook die hashtag in uw descriptie. Maak een YouTube video, zet die dingen, die hashtag in uw YouTube video. En ja. Wees beter dan ons. Want wij zijn noob. Ja, we zijn echt poepnoob. Dus nu ga ik dus op de toren staan. Het is die toren daar. Daar moet je opklimmen, daar staat een ladderke bij. En de andere hier vlak naast, hier spant uw vliegtuig. Als je een klein genoeg vliegtuig hebt, spant daar een vliegtuig. En dan kun je daarmee gewoon de andere kapot maken. Eén moeilijkheidsgraad hoger is wanneer dat je niet de explosieve kogels hebt, maar de gewone kogels, gewone MG-kogels. We hebben allebei explosieve kogels. Meneer, hou je bekjes. Ja, English Dave, ik moet het niet weten.
Nee, ik moet dat niet weten, English Dave. Waar de hel is mijn aircraft gespand? Ik zie die hier niet in staan. Wat? Die is helemaal... Ah, die is gewoon aan de andere kant. Oké, ik dacht dat die helemaal aan Los Angeles International Airport was ofzo. Dus als je dit doet, zet de hashtag erin. Was ik ging nog iets zeggen ze. Kom aan, je kan het. Ah ja, we hebben allebei de explosive MG bullets. Dus ja, wij gebruiken die. Ja, wij zijn besnoep inderdaad. Maar zeg dat tegen niemand. Dus, want... Maar we hebben het wel uitgevonden, hè? We hebben het uitgevonden, dus eigenlijk zijn wij de beste tot nu toe. Echt, hè? Die policy guy wil tegen mijn rook gaan vliegen. Oké, ja. Je kan dus gewoon elke sniper dat hier staat gebruiken. De sniper rifle, heavy sniper rifle, marksman rifle. Zoals ik al daaruit heb gezegd, geen explosive bullets op de heavy sniper Mark II. En hierop hebben wij deze ga ik nu eventjes gebruiken. Omdat hier een suppressor op staat, dus krijg je minder snel politie. Maar met politie. Deze krijg je makkelijker politie. Dat is dus minder leuk. De politie redt mij gewoon zo even tegen mijn wielen. Why not? You know. Ja, ja. Die politie wil gewoon zelfmoord plegen. En zie daar, La Rune. We starten. We hebben nog nooit eigenlijk echt gewoon gescoopt uit het vliegtuig, want dat is best moeilijk. We zijn geen pro-snipers of zo. Zeg maar loltrappers. Ja, papa. Ga weg. Ik vind het very eng. Ja. Wat leuk voor jou? Au, dat was een raak. Oh, was die raak? Oké. Op mijn vliegtuig, hè? Ja. Ik zie die kogels ook zo vliegen. Ah, maar ik kan. Jij beweegt zo haar. Stop met bewegen. Dat is een paal. Ik ben eigenlijk bijna. Helemaal verkeerd aan het gaan. Dat was de grond bijna. Dat was de grond. Dat was de water, man. Ja, dat was de water. Maar kijk, dat is een van zijn vleugeldingen. Ik zie, mijn ding is al aan het roken. Ja, ik kan elk echt niet meer vliegen. Zo, gisteren was ik echt tryhard mode activated. Gisteren heeft hij echt gewoon te goed gespeeld. Hij heeft mij... gisteren heeft hij mij met een kogel op mijn voeten, op mijn voeten gedaan, zo'n explosieve kogel. Daardoor vloog ik in de lucht en daardoor was hij tegen mij gevlogen. Dat heeft hij opgenomen en dat staat op zijn account. Dus ga dat ook even checken, dat is een paar seconden video. Oh, dat ding is hard aan het roken. I know. Klein probleem dus. Oké, okay, ja, ik heb het is zeer hard, want ik ga volgens mij gewoon even op een neerstorten. Nee. Probeer, als je neerstort, probeer dat even dichtbij te doen, dat we niet te lang op je moeten wachten. Nee. Ja, je hebt mij... Nee, je hebt mij geraakt, man. Oh, je hebt mij geraakt, ik sta in brand. Ik sta in brand en jij hebt mij geraakt. Maar als je hierdoor neerstort, je moet, zeg maar... Damn it. Ja, kijk, jij bent nu dood. Je moet, zeg maar... Allee, dit is geen... kill van mij. Allee, dit is wel een kill, jawel, want ik heb hem gekild, neergeschoten. Hè? Maar ik heb hem niet geraakt tegen zijn hoofd. Daardoor is hij niet doodgegaan. Dus de challenge blijft verder gaan tot hij mij gemeskild heeft. Zoals je ziet, staat hij daar. Maar ik mag dus nu alleen maar no-scopen, dus... Ik moet helemaal die brug op of zo. Geef mij auto. Bolla, geef mij. Oh, ik hoor al zo van die dingen. Ik heb geen enkel idee. Ik kan u van hier toch niet zien? Ik denk. Nope. Ah, maar ik zie. Ik heb auto nodig. Kopauto. Oh, yes. Daar is hij. Oh. Unable from this location. Oh, Jesus, ik ben weg. Allee. Maar ik kan u ook gewoon weer een zak zien. Oh enable nee, politie. Nee. Ga bij zo. Politie. Zo, enable from this location. Oh, dikke explosie. Ah, ik zie daar auto, maar ik wil ook mijn eigen auto. Ik heb een idee. Ja. Oeh. Oké, klein secondje. Want ik moet helemaal rondrijden, ik moet die brug op. Want dan pas ben ik bij u. Ik heb een auto gevonden. Ik heb even hier politie uitschakelen. Oh, wacht. Ik heb een asterobe. Die is snel. Heb
toch op zijn achtervinnetje geraakt. Oh, wat proberen jullie dan? Proberen jullie me dood te maken? Oh nee, dat is het verkeerde wapen, meneer. Dat is ook het verkeerde wapen. Meneer. Val dood. Val dood. Het is eigenlijk een vrouw. Eigenlijk ben ik best wel seksistisch met dat te zeggen. Allee, is dat seksisme? Ik weet niet. Is dat seksisme? Een beetje. Nee, de. Yo, kijkers, wat is volgens jullie seksisme? Val dood, meneer de politieagent. Eigenlijk zeg ik altijd meneer de politieagent, maar het zijn ook mevrouwen de politieagent. Dus dat is ook. Oh, nee, nee, ik wil niet doodgaan aan politie. Ah, yeah. We'll always love you. Ja, yep, ik kom eraan. Fuck you. Ja, dit is dus hoe dat wij onze gemiddelde dagen spenderen. We spelen en we zingen en we gaan kapot. Ja. Normaal gezien gingen we Doomsday Heist doen. Maar Lester die wou mij niet bellen. Drop it! Ik heb even hier zo onder zitten, want dan normaal gezien vindt de politie. Maar godverdomme, hè. Fuck. Ik ging het halen als ik niet tegen een paal was gebotst. Maar godverdomme, mevrouw. Die zo. Right to battle. Ja, ik niet. Er is nogal veel politie, zeg maar. Stop met bewegen, mevrouw. Mevrouw, ik druk niks meer in, hè. What the fuck is deze mevrouw aan het doen? Leer zwemmen. Hier is dat beetje heel veel politie, hè. Auw. Zit jij nou in de water? Ja, en ik ben dood. Serieus? Jodeman maar dat telt niet, want hij heeft mij niet gekillt. Nee. We moeten echt elkaar killen in de face. Nee. Gewoon cool en zo. Oké, ik ben hier. Politiebotjes. Die zelfmoord willen plegen. What the fuck is dit dan? Die zitten onder water. what the fuck? Hallo meneer? Lukt het? Oh, oh, oh. Yo! Oh, wat? Wat? What the fuck? Mijn vrouwtje die duikt gewoon en is recht op de grond gewoon. What the fuck? Maar politie, ga nu weg. Ah, nee, ik heb dood aan de politie. Ik ga mij zelf gewoon laten doodgaan aan de politie. Poep. Oh, nu. Nee. Wat? Wat? Is gewoon zo. En dan. Ik heb ook politie. Ah, stop meneer de boot. Meneer. Zijn ding draait niet eens. Hallo meneer. Wat gebeurt er dan allemaal? Dat was echt de beste death screen die ik ooit heb gezien. Want ik zie gewoon drie mannen die aan het schieten zijn. Gewoon rustig zitten, twee van hen. En een andere die wordt neergestoken door u. Waar zit jij? Ik ben op die ene boot gespawnd. Oh, op die boot. Ja, die ene. Die ene. Ja, wauw, ik ben aan de andere kant gespawnd. Bruh. Weet je, ik heb er echt schoon genoeg van. Weet je wat ik ga doen? I will always love you. Yeah. Als ik het daar had genoscoped, ik was echt gewoon grappig geweest. Oké, wacht, hè. Is het hier richting... Hier. Nee. Kijk, ik zie. Voilà. Ik heb dat dus. Die telt sowieso, die telt. Dat was een dikke no-scope. Ik was eigenlijk gewoon aan het funnen. Ik was gewoon zo. En toen werd jij gewoon dood. Oh ja. Oké, nu ga ik terug in een vliegtuigje.
Oké, mensen van de video, ik zie jullie terug als, als ik in een video zit. In een vliegtuig zit. In een vliegtuig, heel goed. Een vliegtuig, ja, ja. Ah, oh, video! Oké, ja, we zijn terug. Ik heb mijn vliegtuig hier. Pure koeligheid. Ja, pure koeligheid. Dus ik kan hier heel cool opstijgen en zo. Round 1, Ward 1. Ward. Maar dat was round 2 al, hè? De eerste had jij gewonnen, hè? Oh, nee. Even die lampjes eraf scheren. Even die lampjes eraf scheren. Ja, ik heb die dikke noscope, maar vergeleken met je noscope is dat even gewoon zo. Happy of zo. Oh, maar mijn vleugeltje is nu gekregen, gekruist. Dan weet ik wel dat ik op moet schieten. Wee. Ja, maar daar is het maar gewoon een crash op ze. Dat is omdat ik een lamp van een paal heb gehaald, je weet wel. Nee, maar oké. Oh! Dat was zo close, maat. Ik was rond u aan het schieten. Ik was rond u aan het schieten. Ja, ik was een mooie cirkel. The circle of fire. Hallo! Ja, dat was mis op het einde. Ik weet niet wat ik daar deed, maar... Oh ja! Wat was de raak, voilà. Nee, bijna. Allee, ja, wel tegen mijn vliegtuig, maar... Niet tegen mij. Nu ben ik best hoog. Nu kan ik zo'n dikke divebomb doen, zo. Nope, you missed. Oh! Ah! Oh, ik zie de roker gewoon afvliegen. Ah! Nee man, doe normaal. Nee! Wat de fuck deed ik? Wat de fuck deed ik? Bam binnen! Ik ben fucking dom, van binnen! Let's go! Nu gaan we Rune weer even doodsteken, mensen. You can eigenlijk try. Zou ik een auto mogen stelen en nu gewoon omverrijden. Nee. Hoe grappig zou dat zijn? Oeh, dat was raak. Oh. Als je mij nu nog één keer raakt. Wat? Ma! Nee. Je hebt mij 3 keer geraakt. Huh? Wat? Dat ging toch doorheen? Mijn vliegtuig ligt hier ook gewoon zo te liggen. Echt zo'n cool te doen. Ga weg. Come on! Yee! Ik leef nog! Hoe zit jij niet dood? Je hebt zo weinig HP! Nee! Nee. Ik heb 2 HP ofzo! Ik sta in de pikrot! Dat was wel een vrij spannende fight, want jij hebt mij 3 keer geraakt, wajo. Maar kijk, dit is zo kan ook wel cool, want dan krijg je zo van die echt super coole deads, die kun je dan lekker op YouTube zetten. Yeah. Pure coolheid. Pure coolheid. Terwijl ik heb een auto stelen. Ja, ik ben ook een auto aan het stelen, cool hè? Ja, maar ik moet nu gaan vliegen. Ja, ik weet het. Spannend, ja, ik wil geen politie hebben. Ik ben een politieagent. Oh, voilà. Je redt gewoon langs mij. Yep. Ik wil nu beuken en alles, en jij redt gewoon langs mij. Ups, ik ben verkeerd aan het rijden. Dropping down like... Water. Wajo, dit is een bloedlijn. Wajo, dit is een bloedlijn van in de middeleeuwen, man. Wajo. Als iemand mijn woordgrap snapt, stuur K in de chat. K van kaka. Bloedlijn. Ik snap hem. Ik moet een K sturen. Stuur nu een K in de chat. Kijk, de video staat nu nog niet online. Ja, nee, nog niet, maar... Dat was round 3. Die heb ik ook gewonnen. Het staat nu 2-1. Toch? 2-1 ja. Voor Rune. Dat kunnen we niet hebben, hè, mensen. En we gaan tot 5.
Maar ik moet zeggen, met een Messi is het moeilijker. Nou, nee, het is eigenlijk vrij gelijkaardig. Moet ik zeggen. Ik wil enkel niet dat die polizei om een vliegtuig gaat staan. Anders zullen ze een kind niet maken. Ja. Oké, ik ga terug op de toren staan. Nog even niet vertrekken. Ik moet wel vertrekken, anders heb ik het aan mijn dingen met de polies. Ja, oké, vertrek dan. Maar maak me nog niet dood, want ik ben nog niet op de toren. Nee, ik zou niet durven. Oké, maak Hopelijk me dood, want ik ben op de toren. Hopelijk stek mijn vliegtuig wel op. Nu wel. Even genoeg snelheid en dan omhoog. Hey, je hebt al geschoten. Ja, maar dat was niet op u. Fuck you. Wat was dat? Oh, dat was Dick Flair. Ja man, ik doe twee. Oh, mijn knie. Let's battle, bitch! Mijn knie doet pijn. Ja. Kijk. Jezus, ik heb niet echt veel controle over dit vliegtuig op dit moment. Wat? Wat? Jij hebt mij gewoon ervan afgewoon geduwd met je neus. Dat is niet in de regulatie. Regulatie, oké. Dat is illegaal. Wait, that's illegal. That's illegal. maar je moest met een af... geld op. Hier is geld op. Oh, T-back. Oh, okay. Ik zal zeggen dat het 3-3 is, nog één round. Of 3,5, 2,5. Nee, 3. Het is 3. Nog één round. It's the final countdown! Ik kom er ook gewoon naast. Oké, ik zie jullie terug wanneer ik bij mijn airplane ben. Yeah! Ik ben terug aan het filmen en the final countdown is gonna start. Win ik met mijn coole vliegtuigje of wint Rune met zijn coole sniperkop? Hallo, vliegtuig? Oké. Waar zit jij? Ja. In nu, mama. Maar even, hoe kut zou het zijn als gewoon die mensen gewoon zo mijn video claimen, ook al verdien ik nog geen... What? Nee! Ik zag dat gebeuren! Zijn jij er afgesprongen of is dat door die kanonskogel gekomen? Nee, ik ben er afgeschoten. Maar ik zie pas... Ik weet niet. Maar telt dat wel, want het is niet door mijn kogel dat je dood bent gegaan. Het is door... het vallen. Okay. Dan kan je kiezen. Okay. Ik ga terug het dak op. Ja, ik ga terug op het dak. En als jij wint, dan win ik, oké? En als ik win, dan win ik ook. Oh, is dat ook niet? Maar ik heb dus nu 100 subs, dus hoe kut zou het zijn als ze gewoon dit gewoon verwijderen, omdat wij het al draaien. Ja, het zou kut zijn. Oh, dat was op mijn vleugel. It's a final countdown. Ik moet reloaden, shit. Countdown. Wow, dat was echt all over the place. Dit was zo mijn eerste echte lievelingsliedje. Ik heb dit echt kapot gedraaid op mijn eerste iPadje. Of nee, dat was zelfs op mijn vader zijn iPod.
Nee, ik moest reload. Nee, niet opnieuw. Nee. Je kunt terug van het dak. Klaken. Ik leef nog. Ik ben dit keer in het water gevallen. Ik ga maar even twee keer doe ik gewoon dat. Ik ga niet van op de grond, bro. Nee, ga maar terug op de toren. Jesus. Oké, als je mij er nu nog een keer afkrijgt, heb jij elke keer gewonnen. Oké. Deal. Oh, wow. Oh, je zit er nog niet op zeker. Nou nope. Wel. Nee. Fraaie poep. Oh, ik ben hoog. What the fuck? Laat ik niet eens door. Oké, daar moet ik zijn. Hoe dan? Dat was zo dichtbij. Maar ik heb mijn tactiek nu gewoon echt in mijn handjes. En nu weet ik gewoon hoe ik het moet doen. Je de dag vlieg. Ik heb geen idee hoe lang we aan het opnemen zijn. Mijn stem is ondertussen. Ik heb gewonnen. Ik heb gewonnen. Ik won, bro. Oké. Kom naar mij toe. Kom naar mij. Kom naar mij nu. Dan gaan we samen de outro doen. Outro bedoel ik. Ja, kom even naar mij. Of jij gaat mij doodschieten, dat kan ik. Nee. Ik heb iets anders vast. Ik heb wel iets vast. Het is geen gevaarlijk wapen of zo. Hallo. Hallo. Je kan zo even alleen landen. Pff. Echt landen kun je dat niet noemen. Daar zit jij, ja, oké. Okay. Ja, jij gaat een airstrike op mij. Oh, oké. Okay. Oké, maar even iets leuks om dit af te sluiten. Voor ons allebei af te sluiten. Het gaat mij veel geld kosten, maar we gaan het wel even doen, hè. Even voor ons allebei af te sluiten. Voor deze video af te sluiten. Wat gaan we doen? Oké, dan. Oef. Echt zo. Don't hit me! Oké, zo. Kom. Hier, coolheid. Kom naast me staan. Ik ben ook gewoon niet dood. Ja, tuurlijk. Het is uw airstrike. Ik wou doodgaan. En dat is ik wou sterven, kijk, ik ga wel sterven aan het vuur. Dat was dan de video. Thanks voor het kijken naar deze video. Hopelijk vonden jullie het leuk. Ik vond het wel leuk om te maken. Het duurde een beetje lang. Ik ben uiteindelijk gewonnen. Reune was heel close achter mij. Heel close achter mij. Ik heb je ook fucking 32.000 keer geraakt met snapper, you know. Ja, en Yo. Oh. Yo. Yo.